Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken boven ons land, maar wel boven Engeland. Daar hebben we vandaag nog niet mee te maken. Vanochtend is het vrij zonnig en de temperatuur ligt tussen 13 en de 14 graden. En er staat niet al te veel wind vanuit het zuiden. Vanmiddag drijven er iets meer wolken voor de zon, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden en dat is opnieuw vrij warm voor de tijd van het jaar. In de avond raakt het in het westen geheel bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen of motregen gaan vallen. De temperatuur daalt naar 15 tot 17 graden en de wind draait in het westen naar het noordwesten. En morgen draait de wind overal naar het noordwesten en is matig, windkracht 3 tot 4. In het oosten kan er in de ochtend nog wat lichte regen vallen, maar verder blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Maar met 15, 16 graden is het een stuk koeler. Maandag, dinsdag en woensdag ligt de temperatuur ook rond die waarde, maar dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Het is erg wisselvallig met elke dag kans op een paar buien en de wind waait vanuit het zuiden. Dit is Diane Boei van Weerplaza.nl.